Welkom bij mijn video over fruitbomen snoeien. Ik zal een beetje proberen duidelijk te maken hoe dat dan zit met die fruitbomen. Wat belangrijk is bij fruitbomen is dat je een goede verhouding hebt tussen groeihout en vruchthout. Als je een jonge boom aanplant, dan gaat hij natuurlijk in zijn groei. En wat hij zal doen is vooral nieuwe scheuten maken. En uiteindelijk komen aan die scheuten ook de appels. En fruitboom is een cultuurgewas. Fruitbomen zijn er op gekweekt om gesnoeid te worden. Zou je een fruitboom nooit snoeien, dan krijg je een boom met alleen maar vrucht. Wat misschien heel mooi lijkt. Veel vruchten. Maar het betekent dat de boom zich heel snel uit gaat putten. En uiteindelijk al in een vroeg stadium in de afdraagfase gaat en heel snel verouderd. Waarbij de boom nog niet eens de helft van zijn leeftijd zal behalen. Zou je een fruitboom te veel snoeien, dan dat betekent dat je dus weinig vrucht zal krijgen en vooral veel groei. Ook dat is wat je niet wil, want uiteindelijk heb je niet gepland om wat vruchten te krijgen. Dus het is de kunst om op een dusdanige manier te begeleiden en te snoeien dat die en lekker vrucht kan dragen en ook een gezonde groeiontwikkeling heeft. Nou, start je met een jonge boom is het belangrijk om te kijken van hoe werk ik al aan de opbouw van het gestel van de boom. Dat betekent dat je gaat werken aan goede hoofdtakken. Als je naar dit boompje hier achter mij kijkt, dan zie je dat deze boom al een aardig bezig is met zijn opbouw. Je ziet hier een zware zijtak, een zware zijarm. Dat wordt echt een mooie gesteltak. En er loopt hier achteraan nog een zware zijarm. Het wordt ook een vrij zware gesteltak. Nou, voor een fruitboom is 3 gesteltakken is al genoeg. De kleinere takken die hieronder zitten, zoals deze en deze, dat zullen uiteindelijk takken worden die weer zullen verdwijnen in de toekomst. En dat is ook helemaal niet erg. Dat zijn wel takken waar je op dit moment nog leuk vrucht aan kan krijgen. Daar laat je een paar appeltjes aan komen. Uiteindelijk zullen de grote hoofdgesteltakken die zullen het echte werk gaan doen. Nou, bij jonge bomen is het erg belangrijk dat je oplet dat er geen vrucht aan het eind van de takken komt te zitten. Snoei je namelijk een jonge boom niet, dan maakt de boom het aan het eind van zijn scheut, maakt dit eerst zijn vruchtknoppen. En dat betekent dat hij daar dus het eerst zijn vrucht zal gaan dragen. Maar dat betekent gelijktijdig ook, wanneer ik aan het uiteinde van deze boom, van deze scheut, een vrucht zou hebben zitten. Met deze boom zit hij er gelukkig niet aan, dit is een goed gesnoeide boom. Maar dat betekent dat hij dus af gaat hangen. De vrucht is zo zwaar dat hij de tak naar beneden trekt. En dat is eigenlijk wat je gewoon niet wil, want dat betekent dat je hangend hout, betekent afdragend hout, dat betekent dat het hout is wat het eerste afsterft. Het is belangrijk dat je takstand altijd omhoog door blijft gaan. Dat geeft de meeste kracht in de boom en het geeft de boom ook de beste ontwikkeling om de meeste vrucht te kunnen gaan dragen in de toekomst. Dus wat een jonge boom vooral doet is aan het eind van zijn scheuten vruchtknoppen maken en vervolgens komt daar die vrucht aan en heel vaak zie je dus bij jonge bomen al vrij snel afhangend hout. Nou, dat moet je bij jonge bomen altijd zien te voorkomen. Heb je oudere boom, dan is het vooral belangrijk dat je kijkt van zeker als het een boom die dus slecht ontwikkeld is, waar dus nauwelijks nooit aan gesnoeid is, dan is het vooral belangrijk het eerste moment dat je kijkt van hoe kan ik die hoofdvorm in zo'n boom terugkrijgen? Hoe kan ik dus die gesteltakken zodanig ingeplant krijgen dat die toch die 45 graden stand erin blijft.
Nou ja, dat is even heel in het kort op dit moment hoe de opbouw van fruitbomen is. De appeltijd komt er nu aan. De meeste appels beginnen nu lekker te rijpen. Een tip die ik je nog wel mee wil geven is, als je dus de vrucht plukt, dat je oplet dat je hem echt goed bij het steeltje afbreekt. Want pluk je namelijk de vruchtzetel mee. Hier is een appel geplukt vorig jaar. En daar is die dus geplukt en dit is de vruchtzetel. Maar pluk je dit gedeelte mee, dan pluk je eigenlijk gelijk de knop voor de komende jaren al weg. Dat betekent dat hier dus voorlopig geen appel meer aan zal komen. Dus goed plukken is een kunst. Je moet echt opletten dat je alleen netjes bij het steeltje afbreekt, dat de vruchtzetel blijft zitten. Nou, de tijd komt er nog aan voor het vruchtbomen snoeien. Het is nu augustus. Ik ga de winter nog veel mooie filmpjes maken over vruchtbomen snoeien. Dus je gaat zeker nog wat meer van me horen. Kijk nog even hier onderaan de pagina. Klik nog even door. Wellicht is dat ook nog wat voor je. En bedankt voor je aandacht nu.